Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er ligt nog bewolking over ons land, maar die wordt steeds minder actief. We zien ten westen van ons land wel dikkere bewolking liggen. En die schuift de komende uren langzaam het land in. En dat betekent voor vanavond dat er opnieuw regen valt. In het noorden kan sneeuw of ijzel optreden en kan het lokaal zeer glad worden. Temperaturen liggen in het noorden onder het vriespunt, in de rest van het land 3 tot 8 graden. Vannacht dalend naar 1 tot 6 graden. Maar matige vorst is niet uitgesloten in het noorden. Gemiddeld zal het daar min 3 zijn. En het kan nog altijd ijzelen en spekglad zijn, ook morgen overdag. Met name in de ochtend nog, in de middag wordt het op veel plaatsen wel droog. Het zuiden maakt morgen kans op een beetje zon, daar wordt het 8 graden. En in het noorden blijft het gewoon vriezen. Ook woensdag nog altijd vorst in het noorden. En misschien dat die vorstgrens zich zelfs wel uitbreidt naar het zuiden. In het uiterste zuiden blijft het 7 graden. En de dagen daarna windt langzaam maar zeker de zachte lucht. En is dooi ook in het noorden weer aan de orde. Het blijft wisselvallig met van tijd tot tijd regen. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl